Wat als je absolute bullshit producten laat promoten door skere influencers via Fiverr? Merry Christmas. We zijn er weer. Tijd voor een nieuw experimentje. Een video. Een stukje vertier. Wat zeg ik? Entertainment. Genieten. Dat gaan we vandaag doen. Dames en heren, welkom. Het is nog steeds Kelsember, de maand waarin ik elke dag een limited edition paprika hoodie weg. Kijk hier. Boom. Merchandise. Kijk deze mensen shinen in deze merch. Kijk ze shinen. Het is limited edition. Ik geef elke dag een trui weg. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die trui is je Instagram te reageren onder deze video. En mij te volgen op Instagram. En dan maak je kans. Goed, we kennen allemaal de website Fiverr. En voor de mensen die het niet kennen, ga ik nu even uitleggen. Fiverr is een Israëlische online... Easy. Dat is wel letterlijk wat het is. Het is een website waar je eigenlijk alles voor een scheet en drie knikkers kan krijgen. Mensen die je foto's photoshoppen, mensen die een voice-over inspreken, mensen die een intro voor je maken en ook mensen, jazeker, die voor je gaan influencen. Ik bedoel, we maken allemaal een beetje influencers belachelijk, maar het feit is dat wij godsgruwelijk veel geld verdienen met influencers. Nou zijn er ook influencers op Fiverr. Dat is bijvoorbeeld Lisa Yoshida. I will be your Instagram influencer. Photography, have other options, €26. Ik ga vandaag drie producten bedenken die helemaal niet bestaan. Gewoon echt bullshit. En kijken of deze influencers daar gewoon mee op de foto gaan en gaan filmen en dat soort dingen. Want normaal gesproken, als ik benaderd word, dan check ik even of het wel echt bestaat. Ik denk dat deze mensen gewoon snel geld willen verdienen. Dus dat is natuurlijk perfect voor deze video. €4,39. 1 Instagram story swipe up voor 24 uur. Netjes, netjes. Catharina, ik heb je uitgekozen. I will be a social media model for video. Kijk, boom, dit willen we. Hey there, my name is Stina. I'm an advertisement model of about 5 years now. And I've previously worked with companies far and wide, even including Disney. Even including Disney. Nou, dan moet ze wel een professional zijn. €175. Duur, hé. Oei, yo. 50.000 volgers. €105. Take my money. Be your social media influencer and model. Wow. Wow. Oh, a model. Alright. Genoeg opties dus. Ik heb producten bedacht. En dit zijn absolute bullshit producten. Waaronder ranzig energy drink. Real life love digital matchmaker crush edition attractiveness test. Of de Dutch skincare mask Weiland Sand. Dit is allemaal absolute bullshit. Er lijkt me niks mooiers dan uiteindelijk op die feed dit terug te zien. Dat iemand daadwerkelijk dit gepost heeft. Dat lijkt me prachtig. Laten we even beginnen bij de eerste. Ranzig. Kijk, als het goed is sturen we dit natuurlijk naar iemand uit Amerika of Rusland of weet ik veel waar die chicks allemaal wonen. Dus die zullen natuurlijk niet echt weten wat het woord ranzig betekent. Wij als Hollanders weten dat wel. Fucking smerig. Het is niet ranzig, maar je spreekt op zijn Amerikaans uit. Ranzig Energy. Ranzig Energy en de Deluxe Edition. Tering Ranzig Energy. With European ingredients like slootwater, paardenkak en bejaardenzweet. Ik heb een campagne bedacht. Oké, de campagne is namelijk Do With Ranzig. Do With Ranzig. Ik bedoel, wat je ook doet in het leven. Of je nou sport, je loopt, je rent, je chillt, je Netflix, je gamet. Do it. But do it with Ranzig. What would you do with Ranzig? Please come up with your favorite thing to do while drinking Ranzig energy drink and take a photo of it. Can be anything. Gaming, doing makeup, exercising, studying, no matter what. Feel free to be creative. We would like to see a positive vibe and big smile in the picture. Nou, dan heb ik erbij gedaan. We moeten een soort briefing maken. Story. Film yourself while holding the can and mentioning at least these things. Dus Ranzig, it's a new European brand. Special ingredients like slootwater en paardenkak. Ik hoop zo erg dat zo'n Amerikaanse chick of Russische chick, ik weet niet meer precies, de woorden slootwater en paardenkak gaat proberen te zeggen. Slootwater en paardenkak. Ik heb ook een labeltje laten maken, die zie je hier. Zo ziet het uit. En wat dus die influencers kunnen doen, is in hun thuisbasis dat printen en dan op een blikje plakken. Het volgende product is, het is geen fysiek product, het is een digitaal product. Namelijk, soms worden we wel eens gevraagd om een app te promoten. Dus daarom heb ik de Real Life Love Digital Matchmaker Crush Edition Attractiveness Test gemaakt. Het is een app waarmee je kan checken of je bij iemand past. Dat ziet er ongeveer zo uit. Influencers, die moeten dus dat gewoon posten. Maar wat ze niet weten, is 1 dat deze app helemaal niet bestaat. 2 dat ze worden gematcht met Nederlandse celebrities. Ze gaan ze vragen om 4 stories te plaatsen. Tell people what you found out. This new app called Real Life Digital Matchmaker Crush Edition. De app shows you if you're a crush
and you are meant to be or not. I did it as well, take a look. Try it now, available in the App Store for free. And remember, live, laugh, love. With the real life digital matchmaker crush edition attractiveness test, yeah! En dan, de absolute winnaar. De klapper. De klapper! Namelijk, de Dutch skincare mask. Het is heel normaal dat je huidproducten promoot, als je veel volgers hebt. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Een maskertje. Van L'Oreal of zo, weet je wel. Dat je denkt, oh, lekker, goed voor je. Een product laten maken. Het heet Wyland Sand. Wij weten natuurlijk dat het gewoon Wyland zand is. Kijk, ik heb het opgehaald. Wyland Sand. Dutch skincare mask. Best of the best. Ik heb hierboven ook een soort Chinees teken. Hier staat dus paardenkak in het Chinees. Dus als deze influencers slim zijn en ze halen dit even door de vertaalmachine, dan weten ze dus dat er bullshit staat. En dan kunnen ze het dus ontrafelen. Maar ik verwacht niet dat ze dat doen. Letterlijk, hier leggen ze gewoon de straat mee. Dus dit ga ik in dat potje stoppen. Sturen we het naar die influencers toe. En dan lijkt het mij echt hilarisch om te zien dat ze dit helemaal op hun gezicht gaan smeren en zo. Dit zakje sturen we op naar die influencer. Nou ja, en dan is het gewoon, dat is het simpel. Promote the fuck uit die shit. En als het mij lukt om ervoor te zorgen dat deze influencers het echt op hun hoofd smeren en daar een foto van maken, dat vind ik mooi. Dan hebben ze gewoon zand uit Nederland op hun hasses. Please apply the contents on your face. Preferably the forehead or both cheeks. Dus dat ze op hun voorhoofd of op hun wangen doen. We would like to see a peaceful picture in the calm setting. A relaxation moment. The campaign is relax with Wyland Sand. Ja, ik heb maar gewoon weer een campagne bedacht. Weet ik veel. Gewoon een soort zen-achtige. Als dit lukt, het zou toch prachtig zijn. Designed by health guru Calvijn. Het zou helemaal mooi zijn als ze dit letterlijk zeggen. Dus dat ze gewoon mijn naam zeggen. I would recommend this to anyone. It feels amazing. We gaan het gewoon doen. We zien wel waar het schip strandt. Let's go. 2 weeks later. Ik ben benieuwd, ouwe. Catharina Roa, de allereerste influencer. 11,500 followers. We gaan bekijken. We gaan kijken hoe ze het gedaan heeft. What the fuck? Wat is dit? Hey! Wat een kutwijf! Wat is dit voor ellende? Ze heeft hem gewoon... Ze heeft letterlijk het label niet eens uitgeprint. Ze heeft het gewoon op de story geplakt. Wat een ellende. Nou, dan heeft ze ook nog een post gedaan. Ook gewoon letterlijk het label. Wat een dom mens. Catharina, wat is dit nou? Ze heeft hem ook nog eens verwijderd. Ze heeft de post verwijderd. Catharina, waarom doe je dit nou? Dit was niet de afspraak. En wat krijg ik ervoor terug? Een label en een post zonder hashtags. 1658 views op de story. Ja, het is allemaal echt triest. Het is tijd voor Wyland Sand. De knaller van vandaag. Eén van de potjes is kapot gegaan onderweg. Maar de ander is nog heel. Namelijk die van Dari Mudrova. NYC Wellness, Beauty and Fashion. Beauty expert. Beauty expert Dari Mudrova. Laat het maar even zien. I just tried the new Dutch skincare brand mask. Created by health guru Calvijn. Ja. Oké, maar... Calvijn. Okay. This is Wyland Sand brand, soon will be available on AliExpress. It's a plant-based brand, keep my skin smooth, so... Ze heeft het op de gezicht gesmeerd! Dit is prachtig! Dit is helemaal te gek! Reading, relaxing with new skincare mask, Wyland Sand, yes! Plant-based brand designed by Dutch health guru Calvijn. Mask created with natural ingredients. My skin feels so smooth and soft after. Would recommend anyone when it will be available. Looking forward for launch of the product. Will be available on AliExpress just for $69. Ze heeft het onder haar hoofd gesmeerd. Beter dan dit gaat het gewoon niet worden. Fantastisch. Het is geslaagd. Het experiment is officieel geslaagd. We zijn een paar dagen verder, want die influencers deden er fucking lang over om een spul aan te leveren, maar ik heb er nog een aantal binnen. Real Life Digital Matchmaker Crush Edition Attractiveness Test. Die is die chick op links. Ja, dat is die chick van deze account. Die matcht even met jou. Ja, nou, even laten zien dat jij geen match bent. Jezus. Dat is niet Nederlands. Deze chick heeft gewoon... Hey, 100% negeerd. Die heeft het gewoon op haar Instagram gezet. Nou oké, deze is leuk en aardig. Allemaal geinig. Maar de matchmaker, die was op zich niet heel boeiend. Welke wel boeiend is, even kijken. Ik heb dus ook mijn eigen energy drink. Weet je hoe het heet? Calf Energy? Dat is wel gruwelijk geweest. Nee, hij heet Ranzig Energy. Kijk, ze heeft gewoon dat blikje van. Ze heeft er gewoon nog op staan. Jezus.
is dat dan? Hashtag ranzig. Do it ranzig. I want to show off this new energizer that helps me spend the day much more active and work 100% because I am among so many activities you need a little energy. Ranzig is a new European brand, but they really don't know how delicious it is and it has ingredients like slootwater en paardenkak. Soms denk ik gewoon dat deze accounts gewoon eigenlijk allemaal bots zijn. Want die allemaal ineens positieve comments op ranzig energy. Ranzig energy. Ze heeft ook nog een story. Maar ze heeft het label gewoon uitgeprint. Prachtig experiment, mensen. Ik heb ervan genoten. Deze is voor alle influencers van Nederland en de hele wereld. Check eventjes wat je promoot.